Ik ging net elektra aansluiten, er zaten wel 5 op mijn been. Wil je niet wonen, maar ik vind het wel leuk om even te kijken. Ah jongens, daar gaan we. Even in een bootje. Een stuk octopus. Een nieuwe vlog en deze keer vanuit Italië. Ja, Italië, daar wouden we allemaal heel graag heen. Ja. En nu zijn we op een plek waar Dennis en ik graag een keer naartoe wouden. Venetië. De stad is iets verderop, maar dit is de omgeving. Want in de stad kun je met die camper niet goed komen. Dus we gaan morgen met een busje die kant op. Meryl zit verscholen in de camper. Ja. Want er zijn niet normaal veel muggen hier. Ja. We hebben allemaal lange mouwen aangedaan en lange broek. Lange broek, want ik ging net elektra aansluiten van die camper. Toen zaten er al 5 op mijn been. Dus we hebben geen zin in al die bulten en jeuk ellende. Maar het stikt hier van de muggen, ja. Dus dat is even minder. Maar ja. Ik ben heel benieuwd naar Venetië. Ja, we gaan het zien. We nemen jullie mee er naartoe. Eerste keer eten in Italië, jongens en dames. Ja, wat hoort erbij? Wat hoort erbij? Nou, we hebben pizza. Elias, die hebben een Americano met patat op de pizza. Wij hebben samen delen we een ravioli en een pizza. Pizza. Wel goed voor mama, het ziet er in ieder geval goed uit. Dus eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. De potjes zijn leeg. Het is goed cijfer hoor. Ja, het smaakt allemaal goed. Het ziet er vrij goed vol uit. Echt een dikke. Ik ga thuis nog een ijsje. Nou, was lekker. Lekker gegeten. Heerlijk. We gaan aan het werk. Dan moeten we nog even huiswerk maken. En morgen gaan we mee. De stad. Nou, Lamiro krijgt even taalles van Dennis. Zit toch iets beter in dan ik? Of is het dan mij? Nee, dan ik. Oh, dan ik. Dus ja. Dan leert hij het gelijk goed. En dan wordt hij niet zoals zijn moeder dyslectisch en gekkigheid. Vanochtend wakker geworden hier. Fris en fruitig. Gelukkig hebben we horen voor de ramen. Dus hebben we niet echt last van de muggen gehad. Maar zodra je eruit stapt uit die camper, dan vliegen ze je gelijk aan. Dus, het is gelukkig een lekker weertje, want we gingen natuurlijk weg uit Kroatië met regen. Ja, hier is het heerlijk. Het, heerlijk. Vannacht had het wel geregend. Ja, het ging aardig tekeer vannacht wel. Maar nu is het heerlijk. Joh. En het blijft de hele week lekker. We blijven niet de hele week hier, want camping is niet heel bijzonder. Nee, we gaan straks even kijken wat er allemaal is. Maar ja, we komen ook niet voor de camping natuurlijk. We komen hier echt voor de stad. Dus daar gaan we nu naartoe. Ja, we lopen even naar de bus. Ja, en dan gaan we eens kijken hoe die stad is. Ja, heel romantisch hoop ik. We zijn de bus uitgestapt. Nou, gelijk. Ik hou het Italië gevoel. Hè? Je stapt een bruggetje over. Bootjes. Wat zeg je? Ja. Als je weer uit. Nou, Dennis, je hoeft niet meer te snorkelen. Nee, we hadden wel een hengel mee kunnen nemen. Misschien kun je ze wel gewoon pakken. Moet zo zien. Ja, zien. Je kan ook pas van wil je niet wonen, maar ik vind het wel leuk om even te kijken. Ja, toch? Als je dan zoveel van de Europa, van de wereld wou ik zeggen, maar van Europa zie, dan denk je op een gegeven moment, nu zijn de beelden wel op, maar ja, dus, toch niet. Plaatje weer hoor. Echt joh. Vind jij het ook mooi, Vienna? Ja. Oh, mooie foto, jongens. Gaat met jullie oogjes? Heb je nou gewoon een filmpje gemaakt? Wat vind je ervan, Dennis? Mooie stad, hoor. Wij zijn wel van de natuur, maar zo'n stad heeft ook wel wat, hè? Voel me ook al Italiaans. We gaan eens even kijken of we op zo'n rondvaartbootje kunnen. Noemen ze het? Gondelvaart?
gaan we eens even kijken of we zo'n bootje kunnen regelen. Met zo'n kapitein erbij. En een stukje door de stad varen, denk ik. Ik ben benieuwd. Ja, dat moet wel als je hier in gaat. Ja, nee, zeker niet. Het zijn mooie bootjes. Dus... Gaat de mail opvliegen? Ja. Hopelijk bij ons ook. Je gaat meevaren? Ja. Ja, dat zou leuk zijn. Ik wil wel varen. Maar dan wel met zo'n bootje die zijn stuur kan versturen. Ja, dit is volgens mij met de stok. Dan krijg je dikke armen. Ja, ja. Zo. Ja, als je onder elk bruggetje, dan moeten ze zo buffen. Ja, dan stoten ze hun hoofd. Ja, gaan we eens even kijken of er nog ergens een plekje is. Nou jongens, daar gaan we. Even in een bootje. Papi. Yes, thank you. Jullie zijn wat zwaarder. Nee, daar zitten de kleine prinsjes en het prinsesje voor ons. Ik ben niet klein. Ik ben benieuwd. Het zou leuk worden. Sommige gaat nog wel een andere kant op. Romantisch. Ja, een boottripje. Dat past precies, zag je dat? Ik echt net langs de muur, hè, Lamiro? Nee. Dan zit je zo mooi, joh. Jij vindt het helemaal mooi, hè? Kijk al die gebouwen dan. Hé, hey, zien we weer. Oh. Dan, ik dacht dat je hier zou zwemmen. Je keek gelijk het water in. En het dingetjes. De eerste bridge op de aan Ben is. Bayaan doet voor die jacht. Jawel, daar stonden wij net op. Die brug. Is dat de vlag van Thailand? En is die rood, wit, blauw en wit rood? Dat weet ik niet. Ik heb niet zo heel veel verstand van landvlaggen. Meestal kijk ik gewoon in het land waar ik ben hoe de vlag eruit ziet. Nou, het is ook nog een hele leerzame boottocht, want die man achter ons die vertelt ondertussen de hele geschiedenis van de stad. Hè, we krijgen mooie gebouwen te zien, vertelt hij wat het is. Stadshuizen en boothuizen en wie er heeft geleefd. Dus het is ook een stukje geschiedenis van Italië, wat we ondertussen leren. Ja, ben je op school niet? Hè? Dus ja, dat is wel heel interessant. Nog 5 kilometer verder, denk ik. Oh ja. We zitten heerlijk. Als je hier woont, dan zie je wel elke dag als je dan wakker wordt, ineens het al bootjes. Ja, zeker. Zo, dat is echt een smal steegje. Ik moet bijna mijn buik inhouden. Dat is best een eind lopen, kom ik achter. Ja, maar wel mooi om te zien allemaal. Dus het is helemaal niet erg om hier te lopen. Nee, achteraf had ik best wel even dat gebouw willen zien met die... Ja. Met dat San Marcoplein. Ja, maar we hebben besloten dat we hier een gebouw gaan bekijken. Als we nog niet zo ver hebben gelopen, hè? Ja. Wordt het denk ik te veel voor de kinderen. Ik dacht zelf qua gebouw aan een pizza restaurant. Om die van binnen te bekijken. Ja, nou... Dat is een mooi gebouw vaak. Daar hebben ze ook wel eens lekkere hapjes. Maar nee, we gaan wel even een mooi gebouwtje opzoeken. Elias wilde nog graag naar Pisa. De toren van Pisa bekijken. Dus... Laten we even kijken of dat misschien morgen op de route ligt. Anders een andere dag. Ja. Dan straks eens even kijken. Dan toch misschien nog wel iets aan route uitstippen. Mama.
Hey, wat gezellig. En dan ben ik wel even via een schoen uitgedaan. Ja! Heb ik niet. Ja, ook bij ons gaat het niet allemaal vanzelf hoor, met drie kinderen. We beginnen toch wel wat lastiger te worden als we een eindje lopen. Ja. Maar dat is ook zo weer over. We gaan weer door. Gas erop. Lopen. De telefoon is ook bijna leeg. En op bijna alle telefoons zit geen MB's meer. Jij... Behalve die van mij. Dus als die uitvalt, komen we niet meer bij de bus. Ik dacht van, we gaan nog even snel ergens kijken. Maar helaas, het lot bepaalt. We gaan lekker naar de bus. En misschien ga ik nog even met de kinderen zwemmen. Maar wij hebben ook nog even wat te doen op de computer. Dus... Ja. Mooi dagje zo. Ja, het was een mooi dagje. Hier naar links, toch? Ja, ik weet niet. Den Lamero weet de weg, als het goed is. Den, heb je een telefoon of niet, nee? Rechtdoor. Ja, half één vannacht gaat de laatste bus. Dus we kunnen eventueel nog heel lang zoeken naar de bus, Elias. Ja. Wel. Of niet? Terug, 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 terug. Mama? Ja? Ik hou van jou. Ik hou van jou. Even lekker ijsje eten. Zijn we al aan toe? Want het was ook best wel een wandeling. Ja, wel leuk. Nou, nu hebben we echt een keer Italiaans ijs. Ja, ja? Vienna ook. Lekker? Ja. En wat hebben jullie voor smaak? Nutella. Nutella. En wij? Vanille. Pistache. Nou, lekker hoor. We waren precies te laat bij de bus. Ja. Hoe lang moesten we nu wachten? 40 minuten. En daarna gaat hij weer over een uur. Ja, dus we gaan maar even wat eten hier. Hebben ze weer geluk? Hè, Merel? Ja. Wat neem je? Stuk octopus. Nee, grapje. Pizza margarita. Ik wil ook een pizza margarita. Nee, pizza diavolo's met salami. Oh. Nee, ook zoiets hè, pizza. Wow. Maar jullie houden niet zo van pizza, toch? Jammer hè, nou, dat jullie steeds... elke dag eten. Ja. Nou, dat doen jullie nu ook. En ik eet lekker spaghetti. Proost op het leven. Aankijken hè. Aankijken. Aankijken. Kijk uit. Proost. We zijn al begonnen. Maar het ziet er weer goed uit. Het smaakt weer goed. Lekker hoor. In andere landen zijn we niet veel uit eten geweest dan als we uit eten gingen. Was het niet wat we hadden gehoopt. En nee, maar nu, dit is top. 2 dagen, lekker. Lekker smikkelen. Nou, we gaan bijna naar een nieuwe camping. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er een beetje aan toe. Dit heb ik zojuist gedaan, de was. Maar het is helaas niet zo lekker weer, dus het droogt niet echt. Sommige dingen moesten dus ook even in de droger. Dat vind ik altijd minder lekker ruiken of zo, als dat ik het gewoon aan de lucht kan drogen. Nu kwamen wel echt een paar dingen gewoon vies uit de was. Misschien had ik zelf even een doekje door de wasmachine moeten halen. Heb ik niet gedaan. Maar ja, dus dat is balen. Dat kan gewoon allemaal weer terug de was in. En ja, heb ik het eigenlijk voor niks gedaan. Deze camping is qua eten goed. Busreis naar Venetië goed. Maar verder valt het wel ietsjes tegen, moet ik heel eerlijk zeggen. Als je die huisjes hierachter ziet. Daar slapen, ik denk, backpackers in. Dus dat is ook allemaal best wel anders als op de andere campings. Ja, het is allemaal prima, maar het is het net niet. Ja, de muggen waren vreselijk. Het toiletgebouw is niet overdreven goed. Nou, het wassen dan. Dus ja, we gaan gauw door. Moet ik zeggen dat ik dit zwembad wel echt... het is lekker warm en we hebben hier dus niet gezwommen. Maar wel een echt mooi zwembad.
Daar heb je normaal gesproken ook een barretje. En de wc en alles daar is wat nieuwer. Dus achter op de camping is dit allemaal. En hier nog voetbal, volleybal. Dus ik denk dat in het hoogseizoen is het wel een leuke camping, denk ik. Maar met de muggen, die verpesten het toch wel heel erg. Nou, ik had straks natuurlijk een beetje geklaagd over de was. En ik heb even klachten ingediend en we hebben het geld teruggekregen. Dus dat was fijn. Dus dat regelen ze netjes. Maar ze kunnen heel donders goed Engels. Als het eruit komt, dan in één keer snappen ze het niet, zoals net met dat wasprobleem. Dus ja, dan doen ze net of ze geen Engels kunnen. Het is allemaal netjes opgelost, dus ja. Nou, we zijn onderweg naar Pisa. Dat wordt de volgende locatie in Italië waar we naartoe gaan. En eigenlijk voor het eerst deze reis is Vera een stuk aan het sturen. Die gaat daarheen rijden. Tot nu toe, Vera? Nou, ik zit wel iets liever achterin. Ik ben met de jongens huiswerk aan het maken. We zien dat dat een beetje in goede banen begeleid wordt. En dat ze helemaal weer op schema lopen zodra we in Pisa zijn. Dat is het doel. Nou, we zijn een uurtje verder onderweg. Het was... Wel een uurtje, Dennis. Half uurtje. Nee, uurtje. Vera is wel heel stoer even gaan auto rijden, maar ze is alweer zat, dus ik zit weer achter het stuur. We gaan zo weer verder rijden. Vond jij het wel leuk? Ja, het ging prima het huiswerk maken. De jongens maakten geen ruzie. Het ging gewoon goed. Het was een lekkere... Maar je zat wel elke keer naar voren te kijken, vond ik. Ja. Je had het over die begraafplekken, dat daar van die huisjes op stonden. Ja, dat moet ik echt nog even zien. En ik zag eigenlijk voor me dat ik daar lag onderhand. Met jouw rijkunst. Dus daarom keek ik elke keer naar voren of het nog goed ging. We hebben het overleefd. Ik ben blij dat ik weer achter het stuur mag. Dus je had geluk dat het een makkelijke weg was. Anders ja, misschien kon je er echt gaan liggen. Nou, hij zit inmiddels voorin, want hij werd helemaal misselijk. Mama kan niet rijden. Alleen in de camper niet. Ik kan nog beter auto. Kan ik in de auto rijden gewoon goed? Oké, jij gaat echt bij de volgende auto elke keer fietsen. Als je op mijn motor een wheelie kan, dan kan je het wel goed. Dat er nou weer mee. We hebben nog aardig wat kilometers te gaan, dus we gaan weer gas geven. Het is alweer het einde van de vlog. Einde van de vlog van Venetië. Ja. Het was zo echt zo leuk om in dat bootje te zitten, of niet? Ja. We hebben echt genoten. En ja, ik hoop dat jullie ook genoten hebben van de vlog. Maar er is in Nederland ook iets waar je iets meer actie kunt opzoeken. En ook zeker de moeite waard is om een keer te bezoeken. Dat is Motorsportpark Gelderland Midden. Yes, ga daar zeker een keer naartoe. Om gewoon een training of een wedstrijd van motocross te bekijken. Of als je zelf een crossmotor hebt, moet je daar zeker even een lidmaatschap afsluiten. Daar ga je echt geen spijt van krijgen. Top baan, top organisatie. Ze organiseren heel veel mooie evenementen. Onlangs was daar natuurlijk de MXGP. Ja, en jij hebt zelf ook nog een keer op die baan gecrossed. Ook nog, hè? Ja. Dat eigenlijk zou je dat een keer moeten zeggen, dat mensen dan moeten komen kijken. Want dan kunnen ze pas echt iets leuks zien. Ja, ik zal die motor weer een keer uit de schuur trekken en dan gaan we daar een keer naartoe. Gaan we een keer een vlog opnemen ook daar. Nou, dus zeker de moeite waard om daar een keer te kijken. We hopen jullie weer gauw te zien in de volgende vlog. En vond je dit leuk, like hem dan even. Dan weten abonneren. Wij ook dat we goed bezig zijn. En abonneren, dat vinden we ook hartstikke fijn. Dan crossen wij er weer vandoor. Wij crossen er vandoor. Doei! Doeg. Doei.